Politiebond en korpsleiding weer op één lijn. LVV stimuleert kassenteelt en kantoor Republikeinen in North Carolina in brand gestoken. Dames en heren, goedenavond. Dit is het journaal van de STVS op maandag 17 oktober. De Surinaamse politiebond is wederom op één lijn met de leiding van het korps en het ministerie. Dit werd vandaag tijdens een algemene ledenvergadering van de bond bekendgemaakt. De bond legt de vruchtbaarheid van de ontmoetingen in het weekend uit. Er is gesproken over het herstellen van de communicatie. Er zijn afspraken gemaakt om te komen tot regelmatige overlegmomenten tussen de korpschef, de minister en de Surinaamse politiebond. Waarbij die zaken die er spelen bij de leden van de politiebond besproken zullen worden en slagvaardiger zullen worden aangepakt. Althans, die toezegging is er gedaan. Afgelopen zaterdag hebben we een gesprek gehad met de minister. Zaken die verkeerd zijn gegaan zijn daar besproken geworden. De minister die heeft op een gegeven moment gisteren gesprek geïnitieerd tussen haar, de Kasi en met de bond. Tijdens dat gesprek, dat was gisteravond om 7 uur, hebben wij iedereen heeft daar zijn pijnpunten op tafel gelegd en over en weer gesproken. Zaken die verkeerd zijn gegaan, hebben partijen zich verontschuldigd. En we hebben dus besloten dus dat wij dus verder gaan. We gaan kijken hoe wij de communicatie verder uitgooien om de zaken die wij willen te realiseren. Een van de belangrijke zorgpunten van de bond is de implementatie van de nieuwe werkroosters. Vanuit de bond is er duidelijk aangegeven niet eens te zijn met het ministerie over de wijze waarop de nieuwe dienstregeling binnen het korps zou worden toegepast. Ook daarover is er nu rust in de tent. Na felle uitlatingen vorige week hebben de bond en de leiding van het korps nu de juiste draad opgepakt. Het moet wel in ieder geval duidelijk zijn dat wanneer je respect verwacht, dat je respect moet geven. En dat hoeft, ja, misschien is de politiebond ergens een beetje te hard uit de bocht gekomen. Maar er zijn een heleboel zaken die mis zijn gegaan in de communicatie waarbij de Surinaamse politiebond het ettelijke malen heeft geschreven. En dat men er gewoon vanuit het bevoegd gezag voor heeft gekozen om niet te reageren. Dat is ook schende van fatsoensnormen. Toch? En dan lijkt het erop alsof enerzijds de fatsoensnormen door de Surinaamse politiebond worden aangetreden. Worden geschonden. Maar het mis niet altijd aan twee kanten. Het is de actie-reactie iets. Maar in ieder geval zijn de plooien wel glad gestreken. Zaken zijn bijgelegd. Daar waar zaken verkeerd zijn overgekomen, hebben we verontschuldigingen aangeboden. Wederzijds dus. De lucht is nu geklaard en er is wel sprake van een gezonde communicatie. Er zijn kritische kanttekeningen gemaakt. Het bestuur heeft uitgelegd wat er speelt. En het bestuur heeft uiteraard ook rekening gehouden met de veiligheid van de samenleving. En als we de gevoelens vanuit de ALV mogen peilen, dan komt het best wel goed. En dat was de voorzitter van de Surinaamse politiebond. Het kweken in kassen in de toekomst voor de tuinbouw in Suriname. Dat is dus de toekomst. Volgens Prim Binda heeft dit een aantal voordelen. Binda is al geruime tijd bezig land en volk te mobiliseren om over te gaan naar dit systeem. In deze droge tijd zullen alle boeren het merken. Climate change is coming. Klimaatsverandering is nu al voelbaar. Dus onze stichting heeft vanaf de oprichting in 2013, het is aan onze logo ook te zien, wij promoten de kassenteelt. Maar liever vandaag dan morgen dat u begint met kassenteelt. Dat is mijn enige boodschap op Wereldvoedseldag. Het kweken in kassen heeft een aantal grote voordelen boven het kweken in de buitenlucht. In kassen kan men zelf bepalen welke temperatuur het is en hoeveel water en licht de planten krijgen. En daar komt nog bij dat men het hele jaar door hetzelfde product kan kweken. Als het buiten plant, dan ben je verbonden met de weersomstandigheden. Je moet rekening houden met regenweer, je moet rekening houden met droog weer. Maar in een kas hebben we dat niet. We kunnen het hele jaar door produceren, omdat we werken met sprinklersysteem, irrigatiesysteem, die we zelf aan de plant toedient, de plant die het hoeveelheid vocht nodig gaat hebben. Want wanneer het regen buiten tilt, kunnen we niet controleren hoeveel
vocht moet zo'n plant hebben, terwijl in een kas is gecontroleerbaar. Kassentuinbouw is een vorm van beschermende teelt waarbij de tuinbouwers gebruik maken van een kas, wat maakt dat de barrière tussen buitenlucht en regen controleerbaar is. Hierdoor kunnen bloemen en groenten gekweekt worden onder omstandigheden die gunstig zijn voor de planten en de productie. Met andere woorden, als je normaal 20 kilo tomaat zou oogsten per vierkante meter, dan krijg je 30 tot 35 kilo per vierkante meter. En je krijgt kwaliteitsproducten, dat is het belangrijkste. Humphrey Warso Di Cromo, coördinator van het plantenkassenprogramma van het ministerie van LVV, zegt dat het ministerie op dit moment hard bezig is om het gebruik van plantenkassen te stimuleren. Je gaat in een kas en niemand eigenlijk, we zijn nog groen. En ik heb al zeker 6 jaar lang training gegeven, waardoor we nu eigenlijk, dat ze nu, die boeren, nu kassen bouwen. Maar je krijgt een training van het ministerie en training zowel theorie en praktijk. Zowel Binda als Warso Di Cromo hopen dat de landbouwers zo snel als mogelijk overgaan tot het plantenkassensysteem. Er zijn reeds meer dan 120 plantenkassen in heel Suriname. Het ministerie van Sociale Zaken is ten aanzien van de in beslag genomen levensmiddelen ook met een intern onderzoek bezig. Afgelopen donderdag zijn 7 verdachten aangehouden voor gekwalificeerde diefstal, deelname aan criminele organisaties en heling. Bij hun werden ook levensmiddelen, bedoeld voor sociaal zwakkeren, ter waarde van 1 miljoen aangetroffen. En dat zegt Gerald Renfrum, directeur van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. 1 persoon binnen het ministerie is eveneens door de militaire politie opgehaald en ondervraagd. In dit geval, wat er dus gaat gebeuren, is dat er verschillende onderzoeken plaatsvinden. Dus de politie is bezig met een onderzoek, de militaire politie is ook bezig met een onderzoek. En op het ministerie intern zijn wij dus ook direct begonnen met een onderzoek om na te gaan van waar is het fout gegaan en wie in die administratieve organisatie, waar je dus alles kan volgen, wie verantwoordelijk is voor die fouten. Mocht het onderzoek uitwijzen dat het personeelslid schuldig is, zal deze niet meer in het proces van distributie zitten. Vooralsnog was er nooit melding geweest dat zaken verkeerd gaan bij de distributie van de voedselpakketten. Nou, er werd vanaf het begin al goed omgegaan met die voedselpakketten. De mensen die het nodig hebben zijn geïdentificeerd via de verschillende wijkkantoren van sociale zaken. En die pakketten komen dus ook aan bij de mensen die het nodig hebben, bij de sociaal zwakkeren. Wij vinden het daarom ook echt heel spijtig dat mensen dus ertoe over zijn gegaan om eigenlijk die belastinggelden, om die pakketten eigenlijk te gebruiken voor eigen doeleinden. En ja, wij zullen er alles aan doen om het zo snel mogelijk, om het onderzoek zo snel mogelijk af te ronden en gewoon door te gaan met de distributie van de pakketten. Op 14 oktober was het precies 165 jaar geleden dat Koroni een zelfstandig district werd. Koroni hoorde eerst onder de naam Opper Nikeri tot het district Nikeri. Middels een herdenkingsbijeenkomst in de multifunctionele zaal de Totnes werd aandacht aan deze gebeurtenis besteed. De christelijke en islamitische gemeentes gingen in gebed en jongeren brachten Koroniaanse liederen ten gehore. In de toespraken was het thema: hoe verder met Koroni? De districtscommissaris van Koroni, Weetperkaas Djulumsin, gaf aan dat zijn ervaring is dat naarmate de gemeenschap kleiner wordt, het ingewikkelder is deze te ontwikkelen. Koroni is vruchtbaar. De agrarische sector biedt grote mogelijkheden voor ontwikkeling, maar de Koronianen moeten de handen in elkaar slaan en samen ontwikkeling ter hand nemen. Ook het DNA-lid van Koroni, Remy Tarnadi, legde in zijn toespraak de nadruk op eenheid en saamhorigheid. Koroni heeft vele ups en downs gekend. Laten we alle oude plannen weer boven tafel halen, de plannen matchen en uitvoeren. Het geloof in eigen kunnen moet weer terugkomen, zei de parlementariër. Aan het eind van de herdenking werd als herinnering een citrusboom geplant op het terrein van het commissariaat. Er is momenteel geen tekort aan ziekenverzorgenden. Onderzoek zal wel gedaan worden naar de behoefte aan ziekenverzorgenden, vooral vanwege het feit
dat er plannen worden gemaakt om nieuwe ziekenhuizen op te zetten. En dat zegt de directeur van het Elsje Fink Sanigaar College COVAP, Anshel Vallerlei. Naar ons idee zijn er wel genoeg ziekenverzorgenden. Er is een afspraak met het ministerie van Volksgezondheid om de tekorten te kwantificeren. Dus er moet een onderzoek gedaan worden om precies te bepalen hoeveel tekorten er zijn. En niet alleen de tekorten, er zijn plannen voor nieuwe ziekenhuizen. Dus ook die berekeningen moeten gemaakt worden van in zoveel jaar gaan er zoveel mensen nodig zijn. Wij gaan daar ook mee aan de slag gaan. Maar het is niet zo dat er ernstige tekorten zijn nu, nee. Vandaag zijn er diploma's van de basisopleiding ziekenverzorging uitgereikt aan 16 studenten van Paramaribo en 63 van het dependans van COVAP in Nikeri. Behalve het theoretisch gedeelte bestaat de opleiding ook uit een praktisch gedeelte. Zowel op de middagopleiding in Paramaribo als Nikeri ging de eerste opleiding tot ziekenverzorgende van start in maart 2013. Twee geslaagden over hun ervaringen binnen de opleiding. Sinds 2013 ben ik begonnen met deze opleiding. Het is echt een moeilijke opleiding, want je moet zoveel geld toevoegen in deze opleiding. Maar toch, de dag van vandaag kan ik mijn diploma in handen mag grijpen. Het was een periode 3 jaren. We zijn er doorheen gegaan, maar zelfs om ontwikkeling zeg ik, het was goed. Vanaf ik jong ben, heb ik gezegd, ik kies voor ziekenverzorgende. Omdat ik altijd zie van iemand helpen, dat belangrijk is. En bij ziekte wil ik dat de persoon er gezond uitziet en beter wordt. De 3-jarige opleiding MBO verpleegkunde bestaat uit een algemeen leerjaar 1, voorbereidend leerjaar 2 en differentiatie leerjaar 3. Er zijn nog geen plannen om meer gebouwen van COVAP in andere districten op te zetten, omdat er niet genoeg docenten zijn om les te geven. Anshel Vallerlei hierover. COVAP is opgericht met de gedachte van centralisatie. De verpleegkundige opleidingen vroeger waren in de diverse instellingen. Die gingen dus zelf opleiden. En in de jaren 80 is COVAP opgezet met de centralisatiegedachte en zijn alle opleidingen naar hier gekomen. Een paar jaar geleden, toen is weer de decentralisatiegedachte ontstaan en is er dus op Nikeri een dependance opgezet. Het opzetten van een dependance vraagt nogal wat. Wij hebben nog geen plannen om in andere districten op te zetten, omdat je zit met het docentenvraagstuk. Je moet namelijk wel de docenten hebben in de districten om de lessen te kunnen verzorgen. En dan zit je natuurlijk ook met locatie, zal waarschijnlijk makkelijker op te lossen zijn, maar het docentenvraagstuk. De uitreiking was gekoppeld aan de opening van het collegejaar 2016-2017 van COVAP. Schimmelbacterie is de grootste uitdaging voor de landbouw in Suriname, vooral als het om de effecten van klimaatsverandering gaat. De minister van LVV zei dit vandaag in het kader van Wereldvoedseldag. Tuinbouwgewassen zoals banaan en zoete patat zijn gevoelig voor de aantasting door deze bacterie. Kijk, wanneer we praten van die variëteiten, gaat het daarom. Waarom die variëteiten wat we in Suriname, niet alles, maar bepaalde variëteiten wat we telen, hebben we gezien dat die laatste jaren vaker wordt aangetast door te veel schimmels, bacteriën, of de productie is aan het dalen. Dat heeft directe invloed op de te hoge vochtigheid, neerslag te veel, of extreem droogte, maar daarnaast de temperatuur. De meeste gewassen die wij telen, we noemen het biochemie, de C3-planten. Hè. Dus die kunnen hun activiteiten niet ontplooien bij hogere temperaturen, waardoor dan de productie daalt, maar de resistentie gaat ook achteruit. Die andere variëteiten die we binnenhalen, zijn ontwikkeld vooral voor hogere temperaturen. Daarnaast ook dat ze die hogere vochtigheid kunnen noemen. Dus we werken daaraan. Dit is op het gebied van tuinbouw. Hè. Het ministerie van LVV heeft daarom maatregelen getroffen om de voorziening van deze gewassen te garanderen. In samenwerking met de Cubaanse regering zijn er bananen- en zoete patatvariëteiten naar Suriname gehaald. Volgens de minister zijn de resultaten tot nu toe goed.
Nee, die zoete bataat, die normaal, dus Cuba zegt van 5 maanden kan je oogsten, van planten tot oogsten. Maar we hebben gezien dat in Suriname in 90 dagen wordt geoogst en die heeft al productie. Dus sneller? Ja, in 90 dagen. En die banaan bijvoorbeeld is een variëteit, normaal zeg maar van in 12 maanden, dus 11,5 maanden, 12 maanden ga je oogsten. Maar wij oogsten in 10 maanden. Uiterlijk 10 maanden en een half wordt het geoogst. Nou, die banaanvariëteit is resistent tegen x aantal ziektes, vooral die schimmelziektes. En die zoete bataat kan als eerste hogere productie leveren. Het tweede is wat resistenter tegen droogte, extreem droogte. En als derde, tegen die schimmels zijn die ook resistent, vooral die, wat we noemen, die smelterziekte. Met Wereldvoedseldag vandaag wil de minister alle landbouwers bedanken voor hun inzet in de landbouw, omdat het steeds moeilijker wordt om voedsel te produceren. Allereerst, ik ben zeer dankbaar voor de producenten, de hardwerkende Surinamers. Omdat, kijk, we kunnen problemen hebben in het land, maar u ziet dat de voedselzekerheid toch gegarandeerd is dankzij hun inzet. Er zijn meer dan 789 miljoen mensen die honger lijden. Maar zo'n geval hebben we niet in Suriname. En het is door hard werken van onze mensen. Geheel Suriname werkt direct of indirect eraan. En dan van hieruit wil ik hun bedanken voor hun bijdrage. Door klimaatverandering, ik weet dat er veel uitdagingen zijn, maar ze moeten doorgaan met de activiteiten. En goede tijden zullen zeker komen. Wereldwijd vormt klimaatsverandering een probleem voor de landbouwproductie. En dit was het Nationaal Nieuws. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.